goede dag, dames en heren. Opnieuw van harte welkom op ons webkanaal dominicanen.tv. We zijn ondertussen aan onze laatste uitzending, de zesde uitzending, in de reeks over ecologische crisis. En we hebben daarover te gast bij ons de theologe Trace van Montfort. Opnieuw van harte welkom, Trace. In de vorige uitzending hebt gij naar aanleiding van Laudato Si een kritische kanttekening gemaakt dat men uiteindelijk te weinig in Laudato Si de nadruk legt op de soms moeilijke situatie van vrouwen in onze wereld. Er is ook zoiets als ecofeminisme. Ik denk als mensen dat horen, dan zeggen ze, waar komen ze nu weer mee af? Ecofeminisme. Zou je daar eens willen vertellen wat dat voor jou betekent? Is dat een beweging die ruim verspreid is? Wat is ecofeminisme? Het is een brede beweging. En ecofeminisme heb je in verschillende wetenschappen, maar ook in de theologie. Dat heeft met twee dingen te maken. Aan de ene kant de slachtoffers, zeg maar, onder de mensen van de ecologische crisis. Dat zijn vooral arme vrouwen. Dat heeft de Verenigde Naties al in 1989 vastgesteld. De last van de ecologische problemen drukt het meeste op de armen en onder hen op de vrouwen. Omdat het vaak de vrouwen zijn die zorgen voor voedsel voor hun gezin, voor schoon drinkwater voor hun gezin, voor de directe dagelijkse behoeften en die dan bijvoorbeeld steeds verder moeten voor schoon drinkwater. Of het überhaupt niet meer kunnen krijgen. Of het is geprivatiseerd en het is te duur. Ga zo maar door. Dus vrouwen lijden er het meeste onder. Het andere is dat, je zou kunnen zeggen, vrouwen en de aarde zijn vaak samen gediscrimineerd. Dus feministische theologen kwamen vaak op dat spoor van, die discriminatie van vrouwen hangt ook samen met hoe er gedacht wordt over de natuur, over de aarde. Vrouwen zijn vaak gezien als dichter bij de natuur staand. Door processen van menstruatie en zwangerschap en kinderen baren. Alsof mannen iets minder lichamelijk zouden zijn dan vrouwen. Heel raar onderscheid. Maar je ziet het ook terug in van alles. Ook in kerkelijke liederen bijvoorbeeld. Dat God gezien wordt als een hij die van buitenaf de aarde regeert. En de aarde is moeder aarde, vrouwelijk, verbonden met vrouwen. En dat is toch iets mindere orde dan het goddelijke en het geestelijke. Dus het zijn die twee dingen. De feitelijke economische, sociale positie van vrouwen en hoe ze lijden onder de ecologische problemen. En op het symbolische niveau, hoe vrouwen verbonden worden met de natuur en het aardse, wat dan tegenover hogere waarden gesteld wordt. Je ziet ook arbeid van vrouwen, reproductieve arbeid, het verzorgende, wat voor het grootste deel door vrouwen gedaan wordt, wordt minder gewaardeerd dan de productieve arbeid. Nou ja, je ziet het op allerlei niveaus. En ecofeministische theologen, die zijn van daaruit ook kritiek gaan geven, dus vrij fundamentele kritiek op ons wereldbeeld, op ons mensbeeld, op ons godsbeeld. Als God gezien wordt als buiten de aardse werkelijkheid, dan is dat dan een soort reductie van de aardse werkelijkheid. Terwijl als, wat de paus ook toch wel mooi zegt in die encycliek, van Christus is wel deel, of God is deel van de schepping geworden in Christus. Dus in de Bijbel en ook in de theologie van de paus gelukkig, is de aardse werkelijkheid wel degelijk belangrijk. Je kan misschien, om het concreet te maken, want je hebt al heel concreet gesproken, maar misschien een voorbeeld geven van zo iemand die ecotheologisch, ecofeministisch bezig is. Hè? Sally McVeigh, dat is een bekende ecofeministisch theologe, ze is nog niet zo lang geleden overleden. Die gebruikt het beeld als van de aarde als Gods lichaam. En daarmee, dat bedoelde ze niet letterlijk, maar daarmee bedoelde ze van God is helemaal verbonden met de aarde. En dat betekent niet dat de aarde goddelijk is,
En dat betekent ook niet dat God niet meer is dan het aardse, maar daar is God te vinden. En het lijfelijke is ook belangrijk. En dat die nadruk op het lijfelijke, het aardse, ook als vindplaats van God, dat is heel kenmerkend voor ecofeministische theologie. En een ander voorbeeld is Ivone Kabara, bevrijdingstheologe uit Brazilië. En zij begon dus als bevrijdingstheologe te kijken naar de positie van arbeiders. Om die te verbeteren, de solidariteit met de armen. Maar door het gesprekken met die vrouwen onder de arbeiders, ook in de wijk waar ze leefden, een sloppenwijk waar ze ging wonen, merkten ze dat die vrouwen zich niet aangesproken voelden door haar bevrijdingstheologie. Omdat ze zeiden, jij praat als een man. Jij hebt het wel over betaling en dat soort dingen voor ons werk en over werktijden. Maar je hebt het niet over de dingen waar wij ook mee te maken hebben. Dat we geen tijd krijgen om onze kinderen de borst te geven als we aan het werk zijn. Dat we te maken hebben met seksuele intimidatie op ons werk. En zo begon zij te beseffen van, oh wacht, zo werd zij feminist eigenlijk. Feministisch, bevrijdingstheologe. En ook weer door de verhalen van die vrouwen begon ze zich af te vragen, ja, waar komt die trek van het platteland naar de stad nou vandaan? Hoe komen al die mensen terecht in de sloppenwijken? En dat had dus vaak te maken met dat de grond die ze bewerkten op het platteland, dat ze daar niet meer van konden leven. En dat kwam bijvoorbeeld door mijnbouw, waardoor heel veel grond onteigend wordt. Dat kwam door de veeteelt die zich expansief uitbreidt in Latijns-Amerika, waar grote stukken grond omgezet worden in ofwel weilanden, ofwel gebieden waar grootschalige soja en zo verbouwd wordt, onder andere voor veevoer. Of doordat de grond geërodeerd was door de manier waarop die bewerkt werd. Dus, of door het systeem van het kapitalistische systeem van producten worden daar gekocht waar ze het goedkoopste zijn en onder de slechtste omstandigheden dus geproduceerd worden. Wat ook heel veel armen werkloos maakte. Die trekken dan naar de stad waar altijd wel op een of andere manier als hulp in de huishouding of in een fabriek werk te vinden is. En zo werd ze ook ecotheologe. En ze ging zich afvragen van, dat is ook wel heel interessant bij haar, van op welke manier kennen we de wereld eigenlijk? En zij zegt, onze manier van kennen van de wereld is een heel mannelijke manier. Er is een monopolie van mannelijke kennis. Wat aan de universiteiten gebeurt, dat wordt gezien als echte kennis. En de kennis van vrouwen, die met weinig opleiding, dus haar buurvrouwen in die wijk, de kennis van inheemse volken, die juist vaak heel goed weten hoe ze in een bos moeten leven en daarmee om moeten gaan, zodat het kan blijven bestaan. De kennis van de zwarte mensen, die geldt als mindere kennis, als ervaringskennis of zo, of traditionele kennis. En ook, je zou kunnen zeggen, dat zegt zij ook wel, religieuze kennis geldt ook als een minder soort kennis dan de kennis van natuurwetenschappen bijvoorbeeld. En zij zegt van ja, maar dan zit je in dat frame dus met zo'n opvatting van kennis van subject en object gescheiden. En het mannelijke en het vrouwelijke. De aarde, het materiële als iets wat wij met onze geest kunnen beheersen en doorgronden. En zij pleit voor een soort kennis in verbondenheid. Een kennis die juist ontstaat door de relatie. Je leert andere mensen pas echt goed kennen in relatie. En dat geldt ook voor niet-mensen. Die leer je kennen in relatie. Dat heeft ook haar godsbeeld veranderd. Niet God tegenover de wereld en de mensen als heersend over de wereld in opdracht van God. Maar juist in die verbondenheid het goddelijke zien. Ook een ander mensbeeld. Mensen zijn niet bijzonder omdat ze nou zo wezenlijk verschillen van dieren bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet interessant. Mensen zijn bijzonder als delen van het geheel. Ja, en zo zitten we eigenlijk terug
En ik zal een citaat geven van... Ja, zij zegt eigenlijk, wij zijn deel van een groter lichaam. Dat betekent dat kennis niet ontstaat uit beheersing of verovering, maar veel meer uit gemeenschap die de scheiding van subject en object overstijgt. Gemeenschap en niet subject en object. Ja, dat is goed dat je dat citaat nog even geeft. Ik wou zeggen, daarmee zitten we eigenlijk ook terug al bij het begin, waar we mee begonnen zijn, hè, waar je zo sterk de nadruk op gelegd hebt, ook in je persoonlijk leven en je evolutie als theologe. Dus die relatie met het geheel. Hè, zonder daarom louter holistisch te worden, maar dus werkelijk de relatie met het geheel. Ja. Je hebt ons heel wat gegeven, Trace. Nee, we zijn, ik mag toch zeggen, in naam van jullie allen, beste kijkers, we zijn jullie dankbaar. We zijn jou dankbaar dat je ons zoveel gegeven hebt, dat we kunnen verder nadenken en misschien toch ook wel ons gedrag toch ook wel in die zin wat kunnen aanpassen. En niet alleen maar dat wat. Dat moet natuurlijk maar, ook. Ja, dat moet natuurlijk ook. En je kunt soms ook, door anders te leven, ga je ook anders denken. Ga je ook anders denken. Het werkt van twee kanten. Het werkt van twee kanten, ja. In elk geval, van harte bedankt. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Dames en heren, tot een volgende reeks.